Welkom bij TV Maastricht. Zometeen kijken we terug op het weekend in Weekendlui. Maar nu eerst het nieuws en de achtergrondreportage met Caroline Hermans. Zweten voor het goede doel, popmuziek en de evenementenkalender. Dag dames en heren, dit is het nieuws van maandag 12 januari. Erik Rossier, bestuurslid van de Goede Doelenloop Zwijt Verleid, heeft bekendgemaakt dat er een bedrag van €89.270 netto is opgehaald. En dat is ruim €20.000 meer dan vorig jaar. Zwijt Verleid is inmiddels de oudste en de grootste sponsorloop van de Benelux. Maar liefst 1250 deelnemers renden gistermiddag mee voor 4 goede doelen. En steeds meer bedrijven en instellingen sponsoren de loop en doen een duit in het zakje. Een uitgebreid verslag ziet u zometeen in Weekendlui. Twee Maastrichtse bands zijn doorgedrongen naar de finale van de provinciale popwedstrijd Nu of Nooit. De winnaar bemachtigt traditiegetrouw een optreden op Pinkpop. Het zijn de bands Black Velcro en Jake Monroe en de Amazing Laserbeams. En van de laatstgenoemde band spraken wij met de zanger. Jake Monroe en The Amazing Laserbeams, een band die vooral folkmuziek maakt met mandoline, banjo, contrabas, piano, accordeon, akoestische gitaren. Allemaal samengevormd tot een mengelmoes van muziek waarbij je fantastisch kunt feesten volgens mij. Misschien wat bij Nu of Nooit wel naar voren komt, denk ik, is het zijn wel misschien bands waarbij er altijd wel elektrische gitaren of zoiets in zitten, drummer, noem maar op. Dat heb je eigenlijk bij alle bands wel. Maar ik denk wel een beetje een rock-pop geluid. En ik denk dat wij daar wel een beetje van afwijken in die zin. En dan nog meer muzieknieuws. De jaren 80 cultband Laibach komt op 4 april naar de muziekgieterij in Maastricht. De band was al geboekt voor een concert in Breda, maar toen ze mochten kiezen voor een tweede optreden in Nederland, kozen ze voor Maastricht en niet voor Amsterdam. De band vindt dat Maastricht een betere ligging heeft dan de hoofdstad en is zeer te spreken over de geluidskwaliteit in de muziekgieterij. Maastricht heeft er weer een Nederlands kampioen bij. Rick Moene van Café de Tramhalte heeft vandaag namelijk op de Horecava in Amsterdam de eerste prijs gewonnen tijdens de nationale biertapwedstrijden. Vorig jaar werd hij hier nog tweede. De derde plaats was ook voor een Maastrichtenaar, Dennis Hardy van de Struis. Morgenavond neemt de gemeenteraad een besluit over de nieuwe evenementennota. Het beleidsplan, zoals dat door het gemeentebestuur in november vorig jaar werd gepresenteerd, heeft sindsdien aardig wat reacties teweeggebracht. Wij maakten een dag voor de besluitvorming de volgende reportage. Met het nieuwe evenementenbeleid wil het gemeentebestuur meer focus leggen op activiteiten voor studenten, jongeren, creatievelingen en internationals. Maar de meest in het oog springende verandering is het loslaten van de 60-dagen-norm voor het Vrijthof. Dat wil zeggen dat het plein in de toekomst meer dan 60 dagen gebruikt kan worden voor evenementen. Het gaat niet om het aantal, maar om de kwaliteit, sluit de visie van het college. En die kwaliteit gaat de gemeente zelf bepalen. De bedoeling is, als ik het goed gelezen heb, dat de commissie die zich nu bezighoudt met het hele planning en de programmering van de evenementen, dat die commissie een en ander gaat bepalen en die bestaat uit 4 personen. Dat is eentje van buurtplatform Binnenstad namens de bewoners, dat is iemand namens de VVV, dat is iemand namens centrummanagement en van de politie. Uiteindelijk is het natuurlijk het college dat een besluit neemt over welke evenementen we wel of niet in deze stad laten verschijnen. We mogen hopen dat we daar op een moment wel een advies in kunnen geven. Dat is natuurlijk evident. Hè, want wat we nu zien is dat er een discussie is geweest over evenementen. Maar we moeten natuurlijk wel zien in het kader van de binnenstadsvisie die op een moment is gemaakt. En daarin staat dat we het kwaliteitscriterium
boven het dagencriterium als advies mee hebben gegeven. En het zou ons lief zijn als we inderdaad op basis van kwaliteit zouden gaan beoordelen. Ik vind dat een slechte zaak, omdat iedereen heeft een andere mening van wat kwaliteit is en wat geen kwaliteit is. En als een gemeente dat moet bepalen, dan vraag ik me af waar dat naartoe moet. Welke normen hanteer je dan? Dat is subjectief, dat geef ik toe. Ja, de normen, dat is natuurlijk heel moeilijk te bepalen. Ga je die zoeken in de zin van esthetische aspecten? Ga je die zoeken in de zin van uniek, dat je elders niet treft? Ja, er zijn allerlei definities denkbaar. En het blijft natuurlijk een heel subjectief criterium. Dus er zou een kwaliteitscommissie moeten komen? Er zou in ieder geval een commissie moeten zijn die nieuwe evenementen die zich aandienen beoordeelt en daar een advies over geeft, ja. Hoe was het met de kwaliteit de afgelopen jaren op het Vrijthof? Ik denk dat de kwaliteit op zich goed is geweest. Een mooie verdeling tussen volksfeesten, tussen wat cultuur, andere rieu, Winterland, waar toch veel mensen op afkomen. Ik denk dat het een goede mix was van wat er zoal te doen is in Maastricht. Wat is volgens u een kwalitatief goed evenement? Nou, André Rieu vind ik een heel goed, kwalitatief goed evenement. Ik vind ook Preuvenement, als ik even afzie van al die hekwerken en de verdere uitdijing in feite naar de randen van het plein, vind ik in principe ook een prima evenement. Vind ik ook evenementen die passen bij het karakter van het plein. Polo. Ik denk niet dat dat op het Vrijthof thuis hoort. Nee. Hoort op een heel andere plek thuis, zou heel goed om de kompen kunnen. Maakt ze Maastricht wat mij betreft op het Vrijthof plaatsvinden. Of dat de invulling moet hebben zoals het vandaag de dag is, daar kun je met elkaar over discussiëren. Maar dit is een evenement van die omvang in zo'n periode die wel belangrijk is voor het centrum van de stad. Gelijk aan André Rieu, gelijk aan het Preuvenement. Ik bedoel, dat zijn dingen die gaan we niet 1, 2, 3 weghalen van het Vrijthof. De Ridderronde. Het plein hoeft daar niet voor gebruikt te worden. Ridderronde, ja, wat is Ridderronde? Die fiets langs het Vrijthof. En daar is heel veel te doen op die zomeravond met een beperkte gebruik van het Vrijthof. Dus het lijkt me dat Ridderronde is helemaal gebaseerd op het centrum van Maastricht. Dat die fietstocht wel binnen het centrum blijft. De inkom? Inkom vind ik ook niet op het Vrijthof thuis horen. De Marit is daar prima voor. Een dancefeest met Tiësto. Het zou moeten kunnen, denk ik. Ja. Vind ik helemaal niet passen in feite bij het waardige plein wat we hebben. Wat heel, ja, u ziet het op dit moment. Het is open en spacieus. En het heeft een heel verstild karakter en dat moeten we ook behouden. Een Oktoberfest. Zou heel mooi zijn, absoluut. Jeu de boule. Jeu de boule hebben we ook andere hele goede oplossingen voor. De grind is een perfecte oplossing. Een goede mogelijkheid zou zijn, is om bijvoorbeeld voor de hoofdwacht Jeu de boule veldje te maken en als demonstratieveldje. En de mensen verwijzen naar de grind waar dat evenement perfect gehouden kan worden. Bruis? Ik denk ook niet dat dat op het Vrijthof thuis hoort. Nee. De Vastelavond? Vastelavond uiteraard op het Vrijthof. Shuttle op een Vrijthof? Dat kan ook op de Markt. Of in onze Vrouwplein. Ja, ik wil eigenlijk die discussie niet over het Vrijthof voeren. We hebben het over evenementen in deze stad. Het gaat over stadsbreed. Ik vind dat ook verkeerd om alleen maar de focus te leggen op het Vrijthof. We hebben het over evenementen in Maastricht. En daar hebben we vele pleinen voor, vele gelegenheden voor. Wat mij betreft gaan we eens kritisch kijken ook naar de evenementen die op het Vrijthof plaatsvinden. Zou Maastricht niet beter af zijn met een evenemententerrein? Ja, we weten dat die discussie politiek wordt gevoerd. En heel interessant. Ons standpunt is dat we eerst moeten kijken van wat zouden wij willen met zo'n evenemententerrein? Wat zouden wij kunnen doen plaatsvinden? En als zou blijken dat het interessant is, dan zou ik zeggen zeker doen, maar wel multifunctioneel inrichten. Dus op die momenten dat je zegt er is geen evenement, er vindt geen evenement plaats, dat je daar dan bijvoorbeeld als parkeergelegenheid gebruik van kunt maken. En op andere momenten dat je dat evenemententerrein inricht voor grootschalige evenementen te doen plaatsvinden. En waar zou dat terrein moeten liggen? Ja, dan moet je met elkaar bekijken waar het beste kan plaatsvinden. Maar op dit moment zou het Eiffelterrein daar een hele geschikte locatie voor kunnen worden. En tot zover het nieuws van vandaag. Na de reclame kunt u kijken naar Weekend Lui. Programma's ziet u terug via onze Facebookpagina of op rtvmaastricht.nl. Bedankt voor het kijken, een hele fijne avond en graag weer tot morgen.